wil beginnen met de stichting Boerderij en Erf hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze destijds in mij stelden. Keus Korenbaak, die kwam op bezoek bij mij. Hij is op het moment ziek herstellende, ik weet het niet. Ik weet het wel eens een beetje in de kerk boven. Die zei, zou jij eens niet over het boerenleven uit de Waard en de Vijf Nederlanden over schrijven? Ik zei, ja, ja. Ik zeg, maar ik ben geen boer. Dat bracht ik als eerste nog en dat kon ik naar recht en leden zetten. Nou, zei hij, dat maakt niet zoveel uit. Hij zei, jij kan goed schrijven en je hebt altijd tussen de boeren geleefd. En wat je niet weet, dat vraag je maar. Nou ja, zo is het ook gegaan. Ik heb geput uit allerlei bronnen. Dat moet je als schrijver ook wel doen. En soms mondeling nog eens echt gevraagd. Ik ben ook een paar keer bij een oude boer in Blessersgraaf geweest, ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. En ik kreeg er van lieveling ook lol in, om dat woord nou maar eens te gebruiken. Hè? Want de steen van Staaf van Pieter, u zei ik geloof ik poëtisch, ik weet het al niet meer. Ik was er voor sommige vader een beetje op uit om een bepaald kader te kiezen. Want als je iedere keer weer opnieuw ergens beginnen moet, dan verlies je eigenlijk zoveel tijd, energie, woorden. Ik heb één boerderij gekozen. De steen van Saan van Pieteren. En Saan was getrouwd. Saan was een Alperse waarde. Maar met Metje. En die kwam uit het land van de Vijf Heren. Dat gaf mij aanleiding om sommige streekgebruiken ook wat tegenover elkaar te zeggen. Hè. Ze zijn aan die kant van het kanaal. Dus wij een beetje frivoler als in de Alperse Waard.